Kurze Mehlstück hier. Mathilda wordt wakker en zegt... Wat doen we nou? Dit is toch een aardig zeggen. Ik zal zijn lesje lezen. Mathilda loopt naar de badkamer. Daar ziet ze de haarzo van haar vader. Daarnaast staat de blonde haarverf van haar moeder. Ze gooit de haarverf in de haarzo. Nu maar afwachten tot hij het gebruikt. Zegt Mathilda. Even later gaan ze ontbijten. Haar vader is als een haar aan het doen. Mathilda kijkt toe en giechelt een beetje. Hij komt de kamer binnen. En Mathilda is intussen stiekem aan tafel gaan zitten. Mevrouw Wormhout gilt en zegt... Schat, wat heb je met je haar gedaan? Kijk eens in de spiegel. Mathilda! Meneer Wormhout wordt gilt en wordt heel erg boos op Mathilda. Hij is zelfs zo boos dat hij tegen Mathilda zegt... Ben ik er klaar mee? Je gaat naar school! Meneer Wormhout gooit Mathilda uit de auto. En gedraag je een beetje. Mathilda loopt naar het eerste groepje kinderen. Hoi, ik ben het. Mathilda, ik ben jullie. Ja. Is deze school een beetje leuk? Nee, dus ik ben Dirk Friese. Dus ik gooi kinderen uit het raam. En ze heeft een steekhoek. Amanda en Jantje komen in de klas bij juffrouw Engel. Hallo meneer en juffrouw. Hallo, ik ben juffrouw Engel. En ik ben Mathilda. Juf Engel start de rekenles. Jantje, wat is 4 plus 4? 8. Goed zo. Amanda, wat is 8 plus 8? 16. Goed zo. Jantje, wat is 24 plus 4? Dat is toch veel te makkelijk? Weet ik niet, juf. Ik weet het. 48! Ondertussen komt mevrouw Bulstrom de klas ingelopen. Hallo, ik zie dat jullie aan het rekenen zijn. Ik wil wel testen of jullie een goed rekenles krijgen. Jij daar! 4 plus 4! 8. En jij! 6 plus 6! 12. Dat is toch wel te makkelijk! Oh ja, wat is 12 plus 12 dan? Simpel. 24! Deze som weet je zeker niet. 401 keer 58. Onmakkelijk kan het zijn. 17.458. Geef hier dat rekenmachientje. Heb ik niet? Echt wel. Echt niet. Mevrouw Bulstrom wordt heel erg boos. En loopt op Mathilda af. Mathilda gebruikt haar magische krachten. En gooit mevrouw Bulstrom het raam uit. Iedereen is opgelucht en viert feest. Yeah.